Dag beste kikkers, hier bent u dan weer. Nu is nog een wervelend Sassendonkse carnavalseizoen. Ga er maar eens even heel goed voor zitten voor deel 1 van Met Sassendonk TV aan de keukentafel. In deze eerste aflevering gaat u op bezoek bij prins Sebas en zijn adjudanten zus en zo. Wieger, goedenavond. Blij dat je er even bij bent. Ik hoop dat je even tijd kunt vrijmaken. Ik weet dat je druk bent met die geld inzamelen, maar ja, we moeten toch even wat doen. We zijn hier op bezoek bij prins Sebas. Ja, we hebben het voorrecht, maar dat doe ik natuurlijk niet alleen, hè. Ik heb mijn vriend hier weer met hem. Kiek, de kumpel aan. Dag Wieger, dag Hans. Dag jongen. Hey, het is natuurlijk nu carnaval geweest, hè. Dus moet ik wel even uitleggen aan de mensen. We rummen of we nou naar de carnaval pas bij de hoogheden op bezoek gaan. Nou ja, dat is niet zo moeilijk toch? We hebben allemaal druk geweest. De hoogheden zijn allemaal druk geweest. Ja. Wie hebt nou wat meer tijd. Ja. En wie hebt een hele zomer lang, zodat we ook de aandacht bij de mensen kunnen halen bij Sassendonk. Dat is ook weer. Even een kiekje achter de scherm bij de hoogheden en dergelijke. Ja. Doen we ook niet meer te zeggen van u en hoogheid en de prinses. En dan kunnen we net iets op zijn Nederlands doen van wie gaat naar binnen bij Sebas. Maar wat waren we mooi op tijd, hè? Jazeker. Ja, we hebben zeker een kwartier de parkeerplaatsen nog wachten. Ja. Want Gertie die dacht, ik moet naar Stadsaang. Maar dat ben je niet. Nee. En hij heeft nog steeds die mooie schuurgies aan. Ja. Wie zal niks meer met Jessie zeggen, maar over die schuurgies. Die ben de poest, hè? Die ben de poest. Och, ze glim erover. Hé, hey, maar voordat is er al een tweede erop zet, heeft er nog hier nog staan. Wie gewoon naar binnen? We gaan even kijken of Sebas er is. Als het goed is, weet het van niks. Nee, ja. Dan hoop ik dat hij altijd nog open. Die heb je in de schaar. Of niet? Die heb je in de schaar. Ja, die heb ik gebeld voor. Ik hoop dat het gewoon op de Goedenavond. Goedenavond. Nou zijn we Sebas. Dag. Ja, zeker. Hallo. Ja, mogen we binnenkomen? Ja, goedenavond. Hallo. Hallo. Goedenavond. Kijk eens. Hé, dat is een ballen. Kijk eens. Even zien. Ja, wie gaat het? Oh, je bent hier al langer als je vrienden. Nou. Ik kom weer wat vaker. Jos. Welkom. Welkom. Dank je wel. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat mag, hè? Dag. Goedenavond. Ik kom dat. Goedenavond. Ja, dat mag je nou weer zeggen. Gert dan? Gert is druk. Oh, Gert is druk, ja. Ik doe me niet al te veel stoel, hè? Ach, die wil Gert bijna niet aankomen, hè? Misschien. Nee, ja, wordt heel leuk. En nieuwe schoenen even, hè? Oh, ja, keurig. Ja, ja. Zo, nieuwe schoenen. Mooi. We zitten op een bij Sebas. Het is geen hoogheid meer. We hoeven geen u meer te zeggen. Nou ja. Mag natuurlijk wel, maar we doen het niet. En heel toevallig zit Marielle erbij. En Jos. Hoe is het mogelijk? Het duurt neem voordat Jos kwam, want ik weet niet of Jos uit Zwolle komt of buiten Zwolle. Ja, Randje. Randje Zwolle. Dus ja, dat weet, daar zat het dus helemaal op vast. Maar gelukkig even een landkaart, hè? Dus hij kon Zwolle heel makkelijk vinden. Zo is het. En hij is er. Ben je blij van? Ja. Maar goed, Sebas. Hoe is het het jaar jou vergaan? Ik vond er niks aan. Nee, ja. Dat zou ik nee, als ik ook al die vreugde uitdingen zag van jou, dan dacht ik van, die jongen die speelde het gewoon. Ja, 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 inderdaad. Nou ja, goed, ik kan altijd nog acteur worden, toch? Ja, ja. Nou, dat blijkt dus niet wel. Dat ja. Blijkt dus niet wel. Nee, dat was prachtig. Dat was een mooi jaar. Ja? Ja, super. Ja, ja, je bent door omstandigheden jammer genoeg kort erin gekomen. Ja. Maar ik denk toch wel dat je nou ja, alom lof hebt geoogst door je optredens overal her en der. Ja, dank je. Ja, nee, dat is wat wij horen. Ja. En ook gezien hebben. En gezien hebben, dus. We zijn er met z'n drieën vol ingegaan. Op een gegeven moment moet je even met de kop schudden en moet je het gewoon gaan doen. En. Nee, ja, maar serieus. En vanaf toen hebben we gezegd: nou, dan gaan we ook pakken wat er te pakken valt. En, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Ja. Ja. Ik vond trouwens die eilever opzetten, mooi, daar beneden ook vond ik een kale bedoeling.
Okay. Ik wist nog van niks. Nee. En op een gegeven moment toen hoorde ik de ene schreeuwen van... Prins Sebastian. Waar komt hij weg dan? Dus ik al eens kijken, zo in de eerder boven me wezen. Gaaf, hè? Ja, dat was echt gaaf. Ja. Ja. Dat vond ik ook mooi, sowieso met alle hoogheden, hè, dat die stuk voor stuk gepresenteerd werden. Ja. En als je daar dan om 12 uur mag staan en die paal gaat de lucht in en dan iedereen die zingt die Zwollenaar en dan was het echt van de Febo tot aan Van Horsouw en dat hele plein helemaal vol met mensen. Ja. En ik krijg zo weer kippenvel. Dat was echt hoog. Schot in de roos. Ja. Super. Ja. En heb jij dat ook zo ervaren, Mariel? Ja, nou ik had dus gewoon de taak om Facebook bij te houden. Dus ik ben live gegaan op dat moment. En ik heb ervan genoten. Dat was echt fantastisch. En daarmee volgens mij hadden we... Ik weet niet hoeveel views, maar dat was enorm. Ja. Dus, we gingen viral. Ja. Nee, het was echt fantastisch. Het was echt een uniek moment. Maar zoals nou ook als zus van Sebastian. Ja, dat was dat van tevoren ooit een keer afgesproken van als ik hoogheid word dan... Nee. Nee. Is dat ook zo in die hele korte periode? Ja, inderdaad. Ik heb sowieso nooit gedacht van als ik hoogheid zou worden of zo. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik daarvoor gevraagd zou zijn. Maar ik werd gevraagd donderdagavond en diezelfde avond... Jos, dat was wel, zeg maar, dat kon eigenlijk niet anders. Ik vier wel 30 jaar carnaval mee. Wie is nou de drie? Ja, dat is Jos, Marielle, ik en Rianne, mijn vrouw, zeg maar. Nou, dat is wat lastig natuurlijk, dus de keuze was snel gemaakt. Ja. Mooie afstemming van elkaar, zeg maar, vulde elkaar goed aan. En dat heb je ook nodig, hè. Je hebt een paar mensen om je heen nodig, zeg maar, waar je blind op kunt vertrouwen. En dat pakt er aardig goed uit. Ja. Oké. Okay. Dat is een veer. Dus ik ben blij dat niet echt blind was, maar echt de ogen los heeft gehouden. Want het was natuurlijk wel moeilijk om zijn bas bij te houden, of niet? Ik moet wel zeggen dat hij... ik had niet gedacht dat hij nog zo'n conditie had. Fooi. Nee, hij heeft wat hij zei, dat klopt wel aardig. Ja, hij heeft er vol erin gestapt en we zijn het er al gevolgd. En met z'n allen erin gestapt. Maar het was even aanpoten af en toe, ja. Hij heeft goed zijn best gedaan. Ja, ja, dat kunnen we zeggen. Ja. Maar je ziet er ook afgetraind uit, nou. Nu? Ja. Dank u. Ja. Dank u. Nou, daar staat dan wel bij, hoor. Maar ik kan er wel niet goed voor is. Ja, bedoel ik. Ja. Maar goed, dus dan is dat, dan ga je erin en dan heb je de eerste avond. En dan ben je klaar, dan ga je naar huis, gaan slapen. En dan de volgende morgen, dan word je wakker. En dan ga je op weg naar de spoor. Oh, daar. Die zaten er morgen. Die zaten er ochtend. Ja, die zaten er ochtend. Ja, inderdaad. Ja, dat was ook wat. Ik denk dat je de toeter goed hebt gevonden, of niet? Ja, zeker. Ja, dat dacht ik wel. Ja, ja. Ochtends toeter en iets later weer toeter. Dus. Nou, die toeter die bleef maar gaan. Ik hoorde net vanuit huis, ik denk nou, volgens mij komt Sebastian al, dat kan niet anders. Ja. Nou, wij sliepen in het Pelse torentje in het bed and breakfast. En daar werden we opgehaald om 6 uur. Of 7 uur? 7 uur. 7 uur. En, 6 uur lagen we erin. Ja, zoiets. is een opdracht, zeg maar, voor de Raad van Elf, zeg maar. Even ludiek door de stad heen met een speurtocht en zo. Een ontbijtje en toen inderdaad richting het spoor. Ja, dat is ook weer zo'n momentje. Dat is fantastisch. Op een gegeven moment zit je daarin en dan... Ja, ik had een kleine aap die mocht mee. Nou, samen aan het stuur, zeg maar. En lekker toeteren. Dan kon je met je voet doen. Dat is mooi. Dan kun je mooie geluidjes maken. Ja, dat doe ik maar één keer. Dus dan moet ik laten horen dat ik eraan kom. Ja. Maar ik vond het met je zoontje vond ik erg leuk. Ja. Echt, dat was super. Ja. Zat een pakje aan, ook zo'n steekje op. Ja. Ja. Ja, dat was leuk. Ja, fantastisch. Mooi. En dan de optocht. Ja, inderdaad. Nou ja, ik vond eigenlijk de sleuteloverdracht ook nog wel bijzonder. Zeg maar. Mooi moment voor jezelf, zeg maar. Maar ook hoe burgemeester meedeed en zijn speech. Die was, en die van Indy niet te vergeten. Die waren echt allebei hartstikke goed. En dat was echt... Ja, een van de momentjes dat ik denk van wauw, dat vond ik echt wel heel gaaf. En inderdaad, de optocht, als je dus die binnenstad in komt suizen nadat je de Hortensiestraat als je door de straat hebt gehad. En dan, Grootwezenland is dan ietsjes rustiger als je daar de stad in draait. Ja. Maar dan draai je daar het Gasthuisplein op. Dat is zwart. Fantastisch, prachtig. Ja. Ja. En dan heb je ook gelukkig nog de mogelijkheid om alles zelf te zien. Ja, dat is het grote voordeel. Je stappen af. Nadat je bij de optochttribune bij de SOT bent geweest, zeg maar, dat was een mooie setting zo tegenover de hoofdwacht. Ja. En dan net daar omheen, zeg maar, stapten wij af en toen konden wij de hele optocht nog weer meemaken, zeg maar. Ja. Creatief dit jaar.
Ja, dat was, het was ook erg druk. Ja, maar ik vond ook gewoon het, de kwaliteit zeer creatief. Nou, ik moet, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind dat als je dat gaat vergelijken, ik vind de kleding in Zwolle vind ik mooier, als ik heel eerlijk moet weten, als in het zuiden. Mm-hmm. Daar is het vooral nog kielen en dat soort dingen. Maar als ik dan de creaties hier in Zwolle zie, dan ja. Ja, dat is een paar jaren hier aan de gang is. Hè? Ja. Ja, ja, zeker staan we wel bekend om. Hè? Ja. Ja. Dus dat was. En Jos dan, vond dat ook mooi dat Job toch? Ja. Ja, dan neem je een beetje zo, want anders dan zit ik. Nee, ik moet zeggen, wij hebben wel. Ik heb deze optocht twee keer meegedaan. Eén keer met Bas, natuurlijk heel vroeger. Met een klein wagentje hebben we meegelopen. Heel vroeger. En ik heb nog een keer daarna met Jill de Blauwe Maandag een keer aangesloten ergens met Kiekswoerdoppen. Volgens mij een keer met Karnal gelopen. Ja, ja. En dacht van nou, de Murphy lopen doen. Nee. Nu dus op zo'n grote wagen. En dan sta je natuurlijk wel iets hoger en zo. Dus, maar dat was gewoon fantastisch. Ja. Ja, als de meid, dat doe ik volgend jaar weer mee. Ja. Maar goed, dat is even volgend jaar. Maar echt, dat was echt gaaf. Echt mooi, met de muziek erbij. En die mensen allemaal enthousiast langs de kant en zo. Dus echt, Maar jullie hebben echt met z'n drieën, hebben jullie het beleefd? Heb je echt helemaal jezelf kunnen zijn? Of waren er ook dingen bij dat je geleefd werd? Tijdens carnaval nu? Ja. Ja, natuurlijk, je wordt wel wat... Nou, je wordt heen en weer gegooid, van de ene kant naar de andere kant. Maar heb je dat idee dat jullie met z'n drieën toch wat jezelf kon doen? Zeker, absoluut. Ik persoonlijk zeg maar, heb niks meer tegenzin gedaan. Echt helemaal niks. En natuurlijk denk je wel op een gegeven moment, oh ja, dan moet, het is hier net zo leuk en je moet weer verder, zeg maar. Er zijn avonden dat jij met tegenzin naar huis ging. Als uitje moet je toch een keer ingrijpen van de hoogheid. Heb jij je gegrepen? Nu is het toch wel tijd om naar huis te gaan. Eén of twee keer. Ik schrok even, ik dacht dat je met tegenzin ergens heen ging. Nee. Met tegenzin naar huis. Ja, ik mocht wel vaak het licht uit doen, maar niet altijd. Nee. Op een gegeven moment dan is er zo'n moment van hè, wat is dan nog wat is er nog open? Ja, hoe laat kun je nog eten ergens? Hè? Dus dan moet je moet schakelen, ook dan moet je nog schakelen. Ja. Maar goed, we hebben En jullie begeleiders, wie waren dan ook alweer? Ja, wie waren dan? Begeleiders? Begeleiders? Nee, er waren Jelmer, zeg maar, en hoofdbegeleider was Martin Dionysos. Ja. En daarnaast de praktische begeleider Jos Kambuis. Ja. Ja. En ja, goed, die sowieso ook dat was ook de volgorde, zeg maar. Ja. Ja. Dus maar die zo af en toe zag ik er nog wel eens eentje achter jullie aanschieten. Ja. Als ze bij komt, dan. Nee, maar ze waren overal bij. En daar hebben we ontzettend veel aan gehad. En helemaal in de voorbereiding. Dat moet ook, want omdat je een hele korte tijd had, natuurlijk. Dus dan ben je ook een beetje afhankelijk van. Ja, voornamelijk praktisch. Dus daar heeft Jos heel veel in gedaan. Ons heel snel bijgesproken, zeg maar. Van wat er van je verwacht werd. En dat wist ik voor een deel natuurlijk wel. Omdat ik 10 jaar geleden adjudant voor Martin was. En, maar toch, er verandert weer veel in die tussenperiode, zeg maar. Je onthoudt niet alles meer. Dus dat was ook wel nodig, ja. Wat ik altijd persoonlijk leuk vond, is al die jaren, dus fotografeer ik dan ook al voor die eilubbers. Ook bij de meeste dingen van, en dan zie je die hoogheden, dan zie je allemaal van, dan komt er weer een heel zo'n groot vel A4 dan. En dat is van, met die handschoen, dat A4'tje omvangen. En dan dit jaar hadden we Sebas. En dan denk ik me van, dat komt. Zulke papiertjes. En dan is van, dan ging dan een hele speech. En ik van, dat kan er nooit op staan, dat bestaat niet. Nee, dat klopt. Met steekwoorden. Ja. Iedereen doet het op zijn manier. Als ik bijvoorbeeld de speech op het stadhuis, die deed ik dan wel van papier af. Ja. Maar dan heb ik wat meer last mee, omdat ik de rest, zeg maar, uit het hoofd deed voornamelijk. Dus ik keek steeds Henk Jan Meijer aan, bijvoorbeeld. En dan, dat kan niet, want ik moest voorlezen. En ik, goed. Ja. Je doet het zoals jezelf. Ja. Maar goed. En de samenwerking met de jeugdprinses. Ja, leuk. Dat was ook leuk, of niet? Ja. Het leek mij tenminste wel. Ja, dat was echt absoluut een klik. Marielle die kende haar natuurlijk als buurmeisje. Ja. En ik kende Indy ook al wel een aantal jaren, zeg maar. En die meiden die deden het ook fantastisch. Die hebben ook echt alles gegeven. En die waren ook op de slotavond echt, het was op. Het was echt gewoon. Was leeg. Ja, dat had geen dag langer moeten duren, volgens mij. En dat was echt een hele leuke, hoe noem je dat, samenwerking hier. Ja. Is het niet? Ja, gewoon, er was echt een klik. Ja. En, zoals nu nog, we hebben nog zo'n appgroepje met die meiden. Ja, mooi.
En hoe was het op school en dit en dat. Wanneer gaan we naar de bioscoop? En, dat soort, ja, we zitten natuurlijk altijd beloftes om, hè? Ja, 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 zeker. Zeker. Ja, die, hoe noemen we die? Ach, die keel, weet hij nog. Enzo Knol. Ja, dat is niet gelukt. Als je het dan over minpuntjes hebt, zeg maar. Ja, nog niet gelukt. Nog niet gelukt. Nog niet gelukt. Ja. De uitdaging is niet gelukt, zeg maar. Ik zou in de vlog van Enzo Knol moeten komen. Ja. Of jullie hebben nu wat geregeld. Nee. Enzo, wat? Nee, dus ja. Ja, helaas. Dat is niet gelukt. Nee, de keel is niet te bereiken. Dus. Nou ja, misschien als je nou ziet. Als je dit ziet, dan... Enzo, alsjeblieft. Ben, dat hij dan gelijk reageert. Ja. Bij zoveel likes. Nou ja, ik ben wel benieuwd naar de hoogtepunten van Adjudan. Oh jee. Ja, die is nog niet veel aan het woord geweest, dus... Nou, Marianne, die was wel. Nou, ik was iedere keer die aan de knieën aan tikken van onze... Ja, ik denk dat de carnaval alleen maar hoogtepunten bestond. Ja, de ervaring voor mij om gevraagd te worden als adjudant van mijn broer, van Prins Bas, was wel heel bijzonder. Misschien wel leuk om nog één keer te vertellen. We hebben een familiebedrijf en als ik op vakantie ga, dan gebeurt er altijd wel iets positiefs. Dan is het iets leuks. Dan wordt er weer een nieuw conceptje bedacht. Of, nou, er gebeurt altijd wat en ik was echt wel geteld één dag weg en de telefoon ging. Dus ik zei tegen Bas, nee, wat is er nou aan de hand? En hij kwam dus met dit verhaal. In eerste instantie dat hij gevraagd was als stadsprins. En de dag later van, ja, nu zitten we te denken aan adjudante zus en zo. Ja, dan valt hij wel. En dat is een enorme eer. Zo ervaar ik het ook nog steeds. En het zijn de kleine dingetjes uiteindelijk die het allemaal hebben gemaakt. En die het heel, heel bijzonder hebben gemaakt. En ja, dat is te veel bijna om op te noemen. Maar het biertje van Henk-Jan Meijer was toch wel... tijdens het defilé wil je een biertje? Ja, die... Ja, dat is een bijzonder moment omhoog. Toch, hè? Ja. Ja. Dus dat, ja. En jullie toekomst bij de IJleuvers? Zien we jullie nog weer een pak? Of alleen straks op 11 november en dan... Volgens mij nog twee keer. Nee. Eén keer. Ja, volgens mij is het... 11-11, hè. Dus, is er nu nog een bijzondere hofvergadering tussen toch? Nee, niet één pak. Oh. Nou, volgens mij is het twee keer op de lijst staan. Maar goed, er is nog... Communicatie natuurlijk en ja, maar verder binnen de IJleuvers. Nou, daarna zitten we bij het adjudante slim. We hebben het adjudante slim natuurlijk zijn voor uitgenodigd, dus dan gaan we kennismakingsdiner doen. Kijken wat dat brengt. Dan gaan we in het witte pak. Dat is een optie. Dat is een optie. Gaan we eerst even kijken. Bij wie ligt die keus? Bij hun of bij jullie? Bij ons. Het ligt bij ons. We zijn al helemaal uitgenodigd. En ingewijd in die zin in communicatiemiddelen en zo, appgroepjes en mailtjes en dat soort dingen. Dus ja, we gaan in mei gaan we straks een keer eten met die jongens en dan gaan we kijken. En dames. Ja. Ja. Twee dames. Ja, dat is spannend. Maar dus niet meer in pak bij de IJleuvers. Dan is het gewoon... Ja, voor adjudanten is het dan ook klaar, zeg maar. Ja, je traint niet door de Raad van Elf of... Nee, ik ben nog niet daarvoor gevraagd. Want ik heb ook nog niet de ambitie. Maar goed, dat is ook allemaal nog... Nou ja, dat gaat denk ik... Komende tijden komt dat wel of niet. Ja. Dat moeten we maar zien. Maar nou viel mij op, in Sneek, als ik het goed heb je ook nog een speciaal speltje gehad. Een speciaal speltje? In Sneek? Ja. Oh. Iets van de witte condor. Ja. Of was dat het moment dat je zelf een beetje te veel had gehad? Nee. Dat pilotenspeltje wat ik hier leerde, dat droeg ik hier linksbovenin. Ja. Nee, dat was van Hardenberg of Slag. Ja, dat had ik ook. Ja. Oh, hij zat heel stoer te vertellen, want ik ben de witte condor. Ja, nee, dat kwam van een carnavalsvereniging uit Slagharen of Hardenberg. En dat was ook iets met condor of zo. Ik denk, nou, dan zit ze bij de goede persoon natuurlijk. Ja. Dus dat vond ik mooi, dat dan zo dan weer samenvalt, zeg maar. Dus dat was niet verzonnen, dat is gewoon echt gebeurd. Ja, nee, echt gebeurd. Je was het wel even vergeten. Ja, je moet even schakelen, wat je nou weer bedoelt. Maar. Nee, maar dat klopt. Ja, goed verhaal dit. Ja, dat vind ik echt mooi, hè? Ja, dit zijn echt verhalen. Ja, voor iemand die niet uit Zwolle komt. Ja, maar hij was er ook bij. Ongetwijfeld. Nee, ook niet uit Sneek, of niet? Midden in de toevallig? Nee, ook niet. Dat is wel net buiten Zwolle. Ja, precies. Inderdaad. Nou, wij hebben de groetjes aan Sneek wel. Sneek was goed. Ik zie hem wel, hoor. Zelfs de burgemeester van Sneek ziet hem. Ah, oké. Okay. Ja, die is eerder lid. Ja, zeker. Nee, sorry, meneer. Ja, zeker. Ja, zeker.
Dus, maar die ziet alles. Maar en met de rest van de vereniging? Ja, dat is, ja, voor allemaal speltjes. Ook je witte condor. Medailles, speltjes, alles joh. Recht van alles. Nee, dat was hartstikke leuk. Dit jaar hadden we de eer zeg maar met 6 prinsessen. Ja. Ja, mooi hè. Ja, ja. En Geert. En Happy. En Happy, inderdaad. Dat grapje heb ik eerder gemaakt. Maar nee, ja, dat was een hartstikke leuke groep. Ja, ook daar is nog steeds een appgroep van en we nodigen elkaar nog voor het een en ander uit zo en van de zomer gaan we vast een keer iets leuks doen. En, ik vond ook echt dat er heel veel dingen samen wel, dat er samen opgetrokken werd. Of het al ontbijt was op zondagochtend of inderdaad de vrijdagavond en heel veel deden mee met de Sassenburg Cop Talent en met de Prinsen Karaoke. En er kwamen ook nog wel heel veel bij elkaar op de slotdagavond, zeg maar, eventjes op visite bij elkaar, zijn hoofdresidentie. Oké. Okay. Dus, ja, dat was hartstikke leuk, ja. Ja, nou, vond ik. Dus dat dus voor van zomer natuurlijk, dikke barbecues overal. En, vast wel. Vast. Ja, die dames, 6 dames. Ja, dat lukt toch. Hand gedragen, ja, dat lijkt mij toch. Maar, ja. Maar je hebt ook de andere ogen even uitgenodigd voor een act op de dinsdagmiddag. Ik had ze uitgedaagd om iets te doen tijdens carnaval, zo klein of wat ze ook doet, maar om het maar bij te dragen dat je iets leuks op straat zeg maar bijdraagt aan het Sassenhoekse carnaval. En ik heb niet alles gezien en dat gaat ook niet, want je kunt niet overal tegelijkertijd zijn en ik had ook niet gevraagd om wanneer ze iets zouden doen zeg maar. Maar op de dinsdagmiddag was het wel grappig zeg maar dat we bij Prinses Maud op de koffie kwamen, zeg maar. Tenminste, daar waren we al voor de Prins van het Jaar verkiezing. En daar werd ik wel even flink voor het blok gezet, ja, om als marionet of weet zo. Marionet. In ieder geval met zijn stok. Ja, marionette. Ja, dat is ook een stok. Ja, dat was wel heel ludiek, ja. Dat was erg leuk, ja. Maar volgens mij er gebeurde sowieso heel veel op straat tijdens carnaval en helemaal die zondagmiddag. Met spiekervis op laagwater in de voorstraat en die melkmarkt die helemaal bommetje vol was, ja. Maar ook op het Gassersplein en overal was er van alles te doen. En dat was precies zoals wij het eigenlijk gepland hadden, zeg maar, van lekker veel op straat. Ja, we hadden het weer natuurlijk heel veel geluk mee gehad. Ja, inderdaad. Ja. Ja, en net voor de optocht regende het nog, zeg maar, en de optocht begint en het is droog. Nou ja, hoeveel geluk wil jij hebben, zeg maar. Ja. Dus dat was dat eer die in de toekomst. Dus dat was heel mooi. En waar ik jullie ook nog wel heel dankbaar voor ben, is de zondagochtend met de carnavalsmis. Ja, dat was ook fantastisch. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er niet elk jaar bij ben, op de zondagochtend. Maar dit vond ik wel heel bijzonder. Ja. Je had er geen spijt van? Nee, absoluut niet. Het was echt, ik had de tranen over de wangen lopen met dat halleluja. Ja, dat was echt mooi. Poeh. Ja, dat waren er meerdere. Ik ben met de camera, ben ik even zonder de dingen ingelopen, het gangpad. Ja, dat was echt... Ik ben er langs ingelopen, ook bij mensen die dus echt, de wat ouderen, die dus echt helemaal met... die zouden ook meteen tegenover aan zaten. Ja, dat was... hebben jullie heel goed gedaan. Ja. Super. Ja. Nou, een cadeautje van Sassenhoek TV. Ja, Sassenhoek kan van... Ja, top. Mag blijven. Ja. Wie, wij? Ja. Ja, dat hoop ik toch wel. Schilder weer. Ja, niet hier vanavond, maar in het algemeen. Ja, in het algemeen. Ja. Nou ja, goed, als je het nou over het promoten van het Sassenhoek hebt, dan zijn jullie natuurlijk wel... ja, daar hebben we een hele grote bijdrage aan geleverd dit jaar. En nou goed, dat hoop ik. Dat was dus eigenlijk ook een beetje de insteek van ons. Want je hebt best nog wel heel veel mensen die het niet beleven, maar die dus via bij anderen op een laptopje of op de televisie zien. Ja. En, oh joh, ik heb zoveel gehoord van, ik heb zelf wel geen carnaval gevierd, maar ik heb alle filmpjes gezien en ik zag je overal dit en dat doen. Ja. Nou, dat is mede dankzij jullie, zeg maar. Hè. Dat is met de huidige middelen natuurlijk ook wat makkelijker voor onszelf. Hè. Met Facebook live gaan en dat soort dingetjes. Nou, heeft Marielle veel gedaan. Maar jullie waren ook overal. Ja, we hebben wel geprobeerd om overal te zijn. Ja, dat is toch goed. Bas? Ja, wij wel. Ja, Gert was er niet altijd. daar zit je dan weer mee. Maar goed, een drukke zakenman, hè? Dat heb je met z'n handen. Ja, dat heb je met die lang. Ik zie dat al vandaag. Hartstikke druk. Nou goed, die promotie natuurlijk. Die gaat de hele wereld over. Ja. Die legt het over. Avra Kati, Sassenhoek TV. Sassenhoek TV, ja. En toch, we worden overal bekeken, hoor. Ja, dat geloof ik direct. Ik heb sowieso 2 man in Canada zitten die kijken. Ja.
Wanneer kunnen we toevallig? Oké, maar willen jullie anders wat drinken? Nou, lekker. Ja, lekker zoals. Toevallig wat wil je, een frisje misschien? Ja, doe maar een frisje. Ja, een frisje. Ja, lekker. Normaal zeggen we van de gasten eerst. We gaan dan wat drinken anders. Zal ik het doorgeven anders? Goh, raad je dan? Laat me drinken, Batsen. Ja, lekker, dankjewel. De hoogheid zal er mee doen. Nou, ik ben mooi geslaagd voor jullie seizoen. Ja, absoluut. Zeker. Is dat... Dat is wel de eindconclusie. Ja. Ja. Nou, ik vond de laatste avond vond ik ook erg leuk. Ja. Het afnemen van alle attributen. Ja, dat hoort er ook bij. Ja, ik heb weinig traantjes gezien. Nou, ze waren er wel, maar niet ja, goed, weet je, ja. We waren moe en het was wel, emotioneel. Ja, precies, het is klaar. Maar weet je, het is ook mooi zo. We hebben volgens mij met z'n drieën uitgehaald wat erin zat. Ja. En dus ja. Maar dan heb ik gehoord dat er een adjudant niet uit zwommen zou komen. Ja, hoe heeft dat gedaan met het slapen? Sliep hij bij een van jullie? Of, nee, wij sliepen in de stad, hè? Al die dagen in de stad? Ja, in het Pelse Torentje. Oké, nou dan is dat makkelijk voor Bed&Breakfast. Ja, het kost wat, maar ja, hij kwam niet uit school, hè? Dus je moet wat, hè? Ja. Als je van ver af komt, dat is niet te combineren. Joh. Nee. Je bent s'nachts laat, kom je niet thuis. En s'ochtends vroeg kom je niet in de stad. Ja, nee. Dat kost zo duur, taxis. Ja, kost zo duur. Ja, ik denk dat komt omdat... Het woordje vecht komt erin voor. Dat denk ik. Misschien dat ze daar gedacht hebben van die bom dan een vecht, die jongen, met alles nog zo. Maar het is gewoon de vechtstraten. Vechtstraten, gewoon. Ja, dat kennen we allemaal toch? Je kunt nog een lopend af naar de stad. Dat komt inderdaad ook, maar vanuit het Pelse Torentje was het nog niet zo ver. Nee. Hemelsbreed was het eigenlijk gekhuis. Ja, dus voor je ging beleving. Je ging de ruzie op de douchen. Nee. Kon het Pelse Torentje ook wel? Ja, dat kon zeker. Dat was een prachtige locatie. Ja. Okay. Maar dat is wel mooi hoor. Het is wel, dat hoort erbij. Weet je. Je moet gewoon in de stad blijven, dat is beter. En ook voor de belevingen en voor. Ja, gewoon, we regeren samen de stad, dus dat moet er ook zijn. Ja, dat kun je niet te ver weg. Nee. Kijk, dat is wat denk je aan mij, want de website kan lezen. Dat is eigenlijk ver. Net weer te ver. Ja, ik moet maar altijd in de Bed & Breakfast gaan zitten. Ik heb nog aangeboden bij huis, maar dat wilde niet. Nee, wilde dat niet. Nee. Nee. Dat zit in een witte gracht, hè? Ja, dat is net een rijtje gracht eigenlijk. Ja. Ja, en te ver buiten Zwolle. Nee. Ik denk dat we dat bedoelden. Te ver. Te ver buiten de binnenstad. Ja, dat kan ook. Ja, dat zal denk ik wezen dat er niet uit Zwolle kwam. Ik denk dat het zo zat. Ja. Assendorp kom ik gewoon vandaan. Hè. Geboren, getogen. In de vereniging, in de Eendrachtsloten. Ja. Vlak achter mij. Ja. En daar nog last van. Nou nee. Ja. Wie had het laatst nog over van die school die er stond, van wie er altijd op tijd waren op school? Ja. Was ik vast niet. Dat was Bas nooit. Hij vond het ook niet, maar die was altijd niet van de laatste op de school. Ja, maar dat is altijd zo hè, wie dichterbij woont, die is altijd het laatste. Ja, maar goed. Vandaar. Was toch al een regerend persoon hè, Bas. Dus dat heb je bij de toch wel een voorzien blik gehad van, die jongen die moet je toch maar een keer pakken. Ja. Ik bedoel, een paar vorsten. Ja. Maar je had het over het familiebedrijf. Mm-hmm. Kon je dat allemaal wel handelen met... Ja, zeker. We hebben een hartstikke mooi team staan, want het draait ook wel gewoon door. Maar met carnaval zijn we altijd wel gewoon vrij. Er zijn wel meer bedrijven die carnaval vieren, dus dat draait wel door. Oké. Okay. Ja. Dus dat was geen probleem. Nee, want je hebt nog twee man... De directeur en de adjunct-directeur gaan eruit. Nou ja, maar overdag waren we gewoon aan het werk. Niet tijdens carnaval, maar, nee, maar... Je bent wel in de weken daarvoor, of de maanden daarvoor, dus het is wel veel, zeg maar, s'avonds. Maar overdag kun je natuurlijk gewoon je ding doen. Ja. Dus dat ging op zich wel goed. Ja, het was meer na de carnaval, dat we in één keer tijd over hadden. Tijd over. Ja, gewoon de hele avond op de bank en mevrouw Rianne die zei een paar keer van, moet je niet een keer wat doen of zo? Voor wegwezen. Ik vond dat ook wel goed. Ja, dat was... Nou ja, goed, nee, niet elke avond, want dat was op het laatst wel gewoon dat er elke avond wel wat was. Maar van alles naar niks is bij, dat is even wennen. Ja. Ja, maar wel lekker. En je zoontje die vond het helemaal vreemd dat papa weer heel vaak dat was? Dat was mooi, want het was dinsdagnacht, 12 uur klaar. Nou ja, goed, dan drink je nog wat en we moesten nog eventjes langs de Schouderstraat van Jos Kamphuis wat spullen wegbrengen, mijn eigen spullen ophalen en dan vanuit daar een taxi.
En ik ben denk ik 1:30 ongeveer hier thuis. En Rianne die kwam even naar beneden toe. En we praten nog even zo even bij. En dat was de eerste keer dat ik weer thuis was. Okay. En wij praten hier zo aan de tafel ook wat. En in één keer hoor ik van boven, papa. Midden in de dag. Ja, ja, ja. Dus nou, naar boven toe. En hij pakte me vast. En nou, toen liet hij me niet meer los. Nee. Dus die is maar mee naar bed gegaan. En lekker samen geslapen. De afgelopen weken weer een weekendje weg geweest met z'n drietjes, dus even een beetje quality time ingehaald. Dus dat is wel, het is wel weer oké nu. Ja. Normaal. Je mag nou door de week weer thuis blijven. Ja, 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 inderdaad. Hij mag weer thuis komen, dus niet meer die beneden het vlees snijden. Nee, nee, nee. Ja, het weekend was ik er niet. Nee, ja, maar goed. Nou, ik ben blij dat jullie een leuk geslaagd carnaval hebben gehad. Zeker. Zeker weten. Absoluut. En, we zien uit naar de abdicatie. Elder van de Elder dit jaar. Ja. Ja, op zaterdag. Valt toevallig wel hartstikke mooi. Ja, zeker. Absoluut. Nou, als Gert niet naar het buitenland is, dan zijn we erbij. Ja, gezellig. Lijkt me leuk. Ja, ja, leuk. Hoe vonden jullie carnaval? Ja, het was, ja, je ziet het allemaal door een kleine oogje, hè? En dan, met kleine oogjes? Of met ook, ook, ja. Ook. Ja. Nou ja, het was voor ons ook hartstikke leuk. Ja, anders dan begin je er niet aan. Je moet het gewoon leuk vinden, dit wat we doen. En dan, optocht? Optocht was gewoon, we konden maar lopen. Normaal sta ik vast op samen met Gerrit op het punt bij NARP. Mm-hmm. Omdat ik was altijd voorzitter van de jury. Mm-hmm. Dus ik stond daar en daar bleven we staan. En dan heb je dus die hele film daar vandaan. Ja. We hebben nou een stuk van de stad erbij gehad. En nou, een paar keer bij jullie gestaan. Ja, ja. Toen weer terug naar die tribune. En, ja. Ja, dat was, ja, voor ons was het ook hartstikke leuk. Wel druk. Mm-hmm. En je moet proberen om zoveel mogelijk die foto's en die films, Gert die zat meestal midden in de nacht nog te monteren en te doen. Ja. Dus dat, ja, het was wel, ja, het is wel leuk. Maar je spreekt natuurlijk wel heel veel mensen ook gewoon even bij mensen thuis interviewtjes en zo, dus dan maakt het wel, dan krijgen we meer informatie zeg maar dan dat je als van buiten staat en aankijkt. Dat is denk ik wel heel... heel ja, mooi, maar dat wil we mensen geven. Als dit gaat verkeerd, wij worden nu in de ja, mooi, ja. We maken wel in de gaten, maar ik wou ook net antwoorden op Jos. Ik ga even wat dieper op de materie in. Ja. Ja. Ja, maar kijk, als wij komen, dat is net als vanavond bij jullie, dan komen wij spontaan aan. Mm-hmm. Ja. Kijk, en kijk, Mariel die gaat naar een kleine neefje kijken en jij bent toevallig op visite bij z'n wat. Dus ja, nou, dat, ja, hebben wij dat geluk dat jullie z'n drieën zijn. Ja. En verder voor de rest, ja, je moet altijd maar afwachten wie je thuis treft. Maar goed, jullie treffen dat wel heel vaak aan natuurlijk. En dat is dan jullie natuurlijke gave om het moment te zoeken binnen een bepaalde setting, zeg maar. Ja. Als je dan daar deel van uit mag maken, hoe is het dan voor jullie om dan daarmee om te gaan, zeg maar, in zo'n grote stad als Zwolle? Ik kom hier niet vandaan natuurlijk. Dus, om dan die beleving, zeg maar, zo dicht bij die mensen, hoe ervaar je dat? Ja, goed. Mooie vraag. Ja, goed. Goed. Dat is een grote vraag, hè? En doen? Nou ja, dat was gewoon een vraag. Nou ja, ik stel gewoon je hebt je antwoord. Ja, dat is keurig. Ja. Ja, het is jullie interview, hè? Ik wil niet... Nee. Ja, het was ook wel heel gewoon nog niet. Wat was jouw hoogtepunt, Batse? Nou, dat wil jij niet meer. Dinsdag nacht. Dinsdag nacht, ja. Ook nog. Nee, ja, vooral het begin, maar ook het hele carnaval, het plezier met iedereen. Gewoon een bepaalde sfeer hangt er in de stad, weinig rotzooi en... Behalve de rotrommel. Dat was ook een hoogtepunt, hè? Die gek die trommel. Ik had zo'n plezier met me. Nee, overal. Oh. Hij had zo'n plezier met zijn trommel. En de rest die kwam even fluiten. Ja. Groot trommel? Nee, ja, de grote trommel achter ons. Ja, ja, nee, dat is mooi. En ik was een talent, hè? Of niet, Gert? Was, ja. En we hebben ons bord weer, hè? Kijk. We hebben ons bord weer. Ja. Er moet wat gevloeken worden op Facebook, maar dan heb je bord ook. Ja, nou, de politie heeft de medewerking verleend, dus... Laat er maar aan mij over. Ja, dat lukt je wel. Maar ik vind het een jammerlijke trend dat ik hoor dat er verenigingsjassen gejat zijn en foto's van hoogheden uit cafés muur, gejat worden. Ja, dat vind ik niet... Nou ja, ons bord gejat, denk ik, ja. Ja, dat is jammer. Kijk, als dat bord er nou uitgewaaid was en hij had eronder gelegen en die had op een ludieke manier teruggehaald, dan wordt het een ander verhaal. Ja. Maar hij was helemaal intact, hij is gewoon losgedraaid eraf gehaald. Ja. Denk, ja. Ja, dat is jammer. Maar goed, dat zullen niet echt carnavalskiers zijn. Nee, meestal niet. Meestal wel mensen die één keer op carnaval vieren, dan een slokje op hebben. Ja. Maar goed, laten we maar blij zijn dat de meeste Sassendonkers het gezellig hebben gehad, het goed hebben gehad. En met jullie goedkeuring kom ik volgend jaar gewoon weer.
Nou, voor mij, mag, ja, nee, je, voor mij mag je komen. We zullen je inreisvisum verlengen. En dan, nou, ja, ik denk dat ik nog even langskom. Nou, is goed. Dan wil ik jullie bedanken voor de gastvrijheid. Ja. En de openheid. De oprechtheid. Voor het leuke interview. Sterk toe, hè? Ja. Jongens, en Mariel, hartstikke bedankt. En, jongens en Mariel. Jongens en Mariel. Ja. Jongens, ja, jongens en meisjes. Jongens en Mariel. Nee, zeg Linda, het heel net iets van hoe is Hans. Bedankt. Jullie bedankt voor de inzet. Wie gaat? Wie Breiner en hen dan? Want Batse, ik weet niet wat er is met Batse, maar het giet weer niet goed. Ik hoop dat er wat moois van kunt maken. Snap je het nou? Nee, niet lol. Wieger, ik hoop dat er wat moois van kunt maken. Ik denk het wel. Vooral met die jongen die nu het zwolle kunt. Ik weet niet vast wel wat op dat we zin. Wieger, toi, de mazzel en tot de volgende keer. Doei. Doeg. Wel, lieve mensen, dit was het dan. De allereerste aflevering van Met Sassen om TV aan de keukentafel. Wie open dat het jullie genoten hebben. Wij in ieder geval wij. Ik zeg adieu en tot de volgende keer.